Yo mensen van Altijd Compilaties, welkom bij een nieuwe Kingdom video. Vandaag zitten we lekker in de sauna. Ja, want wij als koning en hertogen hebben een sauna. Dus welkom bij een nieuwe Kingdom video. En we starten gelijk hier zo beneden in de hertogenopslag. Waarom ik weer even een nieuwe Kingdom video doe, is weer veel veranderd. Want we zijn natuurlijk weer vol in de opbouw na de nieuwe start op de Kingdom. Dus hierboven zit eigenlijk de hertogopslag die ik jullie vorige keer had laten zien. Want er is, we hebben eventjes een nieuwe, een beetje ruimte eronder geplaatst. Dus dit is weer een nieuwe ruimte. Het is nogal lekker hier, want de sauna die heeft nog wel wat lagpeppers. Zie je, dus als je hier naar beneden gaat, dan kom je daar in die ruimte. Volgens mij is die wel iets groter dan hier beneden, maar ik bedoel, YOLO. Het is weer veel gedaan aan de Kingdom, jongens. Daarom dacht ik eventjes, even een nieuwe Kingdom video. Hier is Mark bezig, weer aan ons fucking vette kasteel. Wordt echt nice. Het is nog steeds all around MJ, want MJ is nog steeds met alles en nog wat bezig. Zoveel ideeën zijn er en zoveel dingen moeten er nog uitgevoerd worden. Dus gaat allemaal wel even duren. Volgens mij is er voor de rest niks meer veranderd aan de stad. Al kan ik er wel eventjes een rondje doorheen rennen. En dan kan ik jullie gelijk vertellen wat er een beetje afgelopen week is gebeurd. We hadden zondag een soort van aanval op Doc gedaan. Dat was een beetje raar. Want uiteindelijk was er gezeik dat er twee kingdoms gingen aanvallen. Dus uiteindelijk was het alleen Hivar die ging aanvallen. We gingen met Hivar en wij. Dus het was eventjes een tijdje reizen naar hun. Dus dat is gebeurd. Het was een beetje vaag, want er gebeurde bijna geen fuck. We zijn, tot nu toe zijn we eigenlijk handelspartners met elk kingdom. Adamantium, Hivar, Iridon, Malzahn, behalve Doc. Ja, behalve Doc. We zijn met elk kingdom handelspartners behalve Doc. Want Doc, die doen fek tegen ons, niet aardig. In ieder geval, we hebben... Dit is gemaakt door Mark. Het idee hiervan is dat als er binnengebroken wordt, dat hier bijvoorbeeld een groot team van een leger staat. Die klaar staat om te hakken. Als ze daar bij de poorten binnenbreken. Dus dat is wel vet gemaakt van Mark. Goed over nagedacht en zo. En hier komen we aan in het boerenland deel. Wat is uitgezet. Het is zeg maar, we hebben een beetje een soort van... real idee, zo van binnenin zit het kasteel, daaromheen zitten de stad, zeg maar de echte stadshuizen, dan een muur, en dan komt het boerendeel, en dan eigenlijk weer een muur, dus eigenlijk is het van ja, ik wil niet zeggen rijk het, want hier zitten ook wel rijke mensen meer land en zo, maar ik bedoel, dat is veel beter verdedigd dan dat het hier is, dat eigenlijk meer, dat is het eigenlijk, dus hier zijn delen farmland. Oh, dit moet ik jullie even laten zien voordat ik in het boerendeel ga. Nou, kijk, je ziet het al in de chat. Ifinius regelt de vispassen. Er is dus een visclub aangemaakt. Als die chunk even laat bij de visclub. Ga hier naar beneden en dan heb je hier de visclub van Telivia. Even die chunk laden. Hoppakee, dit is de visclub. Je kan het al zien. We zijn hier lekker aan het vissen. Kijk, iedereen vist hier. Fucking geniaal. Puur omdat het de visclub is. Ik zou jullie even een tour geven door de visclub. Hier, dat ziet er toch vet uit. Zo wordt de hele muur rondom, zeg maar, de main city. Wat veel tijd gaat kosten, maar dat komt vast wel oké. Visclub stelt vanaf de binnenkant niet heel veel voor. Hier kun je ook nog vissen. Want ja, je kan niet echt meer hele OP shit krijgen. Ladder en zo moet je allemaal vissen. Strings moet je vissen, bones moet je vissen. Dus... dat moet je gewoon allemaal vissen. Dus daarom is er een visclub. En wel grappig. Op Teamspeak hebben we ook een visclub channel. In ieder geval, dit is de poort naartoe. Een beetje de uitgang. Dus nu gaan we kijken naar het boerendeel. Dat wordt een molen, maar daar willen we nog een roleplay momentje van maken of zo. In ieder geval, hier komt een beetje de main shit. Hier komt een plein, volgens mij. Dit wordt gewoon een wachttoren. Gewoon een normale wachttoren. Ik zal even in F1. En dan hier komt zeg maar het hoofdpad.
Ik zal het even laten zien. Hier komt het hoofdpad. Die gaat zo echt de hoofdstraat waar je doorheen loopt als jouw kingdom. Bijvoorbeeld als je in een ander kingdom zit. Met een roleplay moment naar onze poort moet. Dan kom je over de hoofdstraat. Kom je naar ons kasteel toe. Dan komt hier die hoofdstraat. Die loopt helemaal door tot en met zuid volgens mij. En dan hier komt... volgens mij komt hier het havendeel. Dus hier zou je boten zien... Dus grote inhammen met hout, zoals een haven hoort te zijn. In ieder geval, dus dit wordt de haven. Als ik het goed heb gehoord. Nou, hier zo. Kijk, ons land bestaat een beetje allemaal uit plateaus. Dus dit is zeg maar... dit is een plateau, dit. En dat wordt zeg maar gewoon tegengehouden door deze muur dan. Dit stuk plateau. Want om het af te laten lopen in een soort van bergje is dan ook niet helemaal nice. Gaan we daar ook doen, denk ik. Maar bij elk deel gaan we dat doen, want het bestaat uit veel meer plateaus. Ik zal het zo wel eventjes een beetje rondgaan hoe groot het is als ik hier klaar mee ben. Eerst gaan we in ieder geval naar het boerenstaddeel. En dat is dit. Best wel, het is, veel mensen wilden hier wonen op zich. We hebben hier een aantal huizen neergegooid en... ja, het zijn op zich wel... Hier, kijk, bijvoorbeeld dit huis laat ik even zien. Het is een beetje zo'n huis. En dan heb je een stukje farmland erbij. Op zich, het is niet heel ruim. Al is er één heel ruim huis die verkocht is voor heel veel geld. Want wat ook wel leuk is, is dat wij echt onze huizen verkopen in de manier van een veiling. Dus dan staan hier bijvoorbeeld 10 mensen, 12, 13, 14, 15 mensen... En dan willen ze bijvoorbeeld allemaal dit huis hebben. En op een gegeven moment, dit huis is verkocht voor 38 diabloks en nog allemaal veel meer shit. Dus dit huis heeft echt een grote waarde. Het is echt ook een heel groot huis. Het heeft 3 verdiepingen. En een heel stuk land erbij. Dus dat is op zich wel best wel cool, weet je wel. In je zeg maar de belasting toch wel op een andere manier. Nou, ik ga niet elk huis individueel bekijken. Ik ga er gewoon een beetje doorheen lopen en laten zien hoe het eruit ziet. Dit huis moet alleen nog gedaan worden. En dan heb je hier een beetje, gewoon een beetje wat ruimer. Daar is het wat minder ruim, want het ligt een beetje bij de hoofdstraat. Ja, dus ieder stukje... Nou, niet ieder huis heeft een stuk land. Maar op zich maakt dat ook niet heel veel uit. Ja, gaat op zich wel snel. De muur moet hier wel nog afgemaakt worden en zo. Maar dat is allemaal heel veel werk. Dus dat neemt allemaal een beetje de tijd. Ik laat nu wel eventjes een beetje zien hoe het werkt met onze plateau. Met de plateau system. Want er waren ook kingdoms die kwamen naar me toe. Bijvoorbeeld en dan vroegen ze... Oh, jullie maken toch vliegende eilanden? En ik dacht gewoon, what the fuck? Wij maken helemaal geen vliegende eilanden. Noob. Man. Het zijn er gewoon... Als je het nu kijkt, het zijn plateaus. En daarop komen huizen. En het is iedere keer een andere laag. Dus hier staat echt helemaal niks. Ja, er staat hier gewoon helemaal niks eigenlijk. Mijn eten is volgens mij op. Yup, dan moet ik eventjes eten. Dus dat is een beetje hoe onze stad in werking gaat. Roleplay momentjes zijn er bijna altijd wel. We gaan op zich wel heel goed met Eredon en... hiervoor naast ons, maar we zijn nog steeds wel een beetje die arrogante eilandbewoners, do. Ja, dit was veel werk en dit was zeg maar allemaal een beetje heuvelachtig. Dat hebben we allemaal plat gewalst. In ieder geval, dit wordt allemaal volgebouwd, zeg maar. Je komt wel veel farm shit, maar oh ja, dat willen we ook nog doen. We gaan nog een herberg gaan we bouwen. Dus... dat wordt ook wel grappig, zo'n kroeg, zeg maar. Want, en een dansclub. Nou, fucking raar, maar... Mark wil een dansclub en mijn broertje. Dus die gaat er komen, een dansclub. Dansclub de Blije Struik. En we hebben visclub Altijd Raak. Het zijn dus 2 clubs waar je kan aansluiten om je vrije tijd bij door te brengen. Like. Fucking rare mensen hier in Te Lief, ja. Maar toch leuk. Trouwens, als je nog niet de Te Liefje Storyline 2 hebt gekeken, kijk even op MJ Fits. Fucking cool, jongen. Oh my god, ik speel er ook in. In ieder geval, dit was een beetje wat er allemaal veranderd is volgens mij. Volgens mij is er volgens mij niet heel veel meer veranderd in de stad zelf. Dit is meer het beetje wat we
hebben gedaan en wat Mark heeft gedaan. Oh, ik zal nog wel heel eventjes kort het kasteel van de buitenkant laten zien, want dat is ook wel vet geworden. Daar is Mark al een heel stuk verder mee gekomen. Daar zal ik eventjes naartoe lopen, want het wordt wel echt een soort van heel erg uniek ding, zeg maar. Het ziet er overal anders uit. Als het wel eventjes wil laden. Wow. En dan loop ik eventjes via de achterkant, want er komt zeg maar aan de achterkant een soort van buitentuintje en dan komt er een soort van heilige boom die zeg maar daaruit groeit. Zie je, het ziet er overal anders uit en je ziet wel heel erg goed dat het niet allemaal zo eentonig is gebouwd. Hier bijvoorbeeld weer een andere kant. Als ik eventjes weer moet eten. Nee, waarom staat mijn F3 aan? En dan hier, je kan het niet goed zien, maar hierop zit dat buitentuintje. En dan, ja, dat is eigenlijk een beetje hoe, dat, hoe het is veranderd. Dat was het eigenlijk voor vandaag, jongens. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat even een like achter. En kijk volgende keer weer. Een nieuwe Kingdom video. Peace. Oh, race around the track. Nee, geen paardenrace. Dat vind ik zo stom. Oh yeah. Dat vind ik echt zo saai. Paardenrace. Ik word fucking... What the fuck, jongen? What the fuck? Mijn paard doet raar. Nee. Mijn paard die flipt hem en gaat in een hoekje staan. Oh. Je moet er wel mee rennen, hè?